Goedemorgen allemaal, dit is Coaster Bird vanuit Walibi België. En we zijn de Tiki Waka aan het testen. We staan ook in een rij voor de Tiki Waka. Ik sta redelijk van voor. We hebben het nog wel geluk momenteel. Maar straks gaat hij er vol zitten en ja, het gaat echt om de nieuwe achtbaan. Tiki Waka, de Gerslauer. Ja, bobsled coaster, fun coaster. Ik ga zo dadelijk onride. Ik ga jullie meepakken natuurlijk. Maar echt, dit is echt fantastisch. Pourquoi? Ça va très vite. On l'a pas très vite. Ouais, ben bon, regarde. Bah oui. Deze achtbaan is 21 meter hoog en gaat 55 km per uur. Die airtime wel zien er zo schattig uit. Ik ga het dadelijk echt gewoon beleven. Ik weet wel niet wanneer hij open gaat. Ze hebben gezegd dat hij vandaag misschien open gaat. Kan ook zijn van niet. Maar laten we hopen van wel. Zodat ik in deze mooie Gerslauer kan. Ik ga alleen dingen revealen, Exotic World, hoe het hier heet. Want ja, omdat dit allemaal nieuw is, kijk maar. Echt fantastisch. En dit is niet de originele opening, dit is de dingenopening. De soft opening. Dat is alleen voor mensen in het park en niet buiten het park. Dus de mensen buiten het park weten niet dat hij open is. Maar het is een soft opening en geen originele opening. We maken nog geen reclame hiervoor. Kijk dit, allemaal mooi en wel. Ik ga zo dadelijk omrijden en ik zal u laten weten wanneer het zover is. Doei, zuster. Dit vind je al links? Yes. Oké. Thank you. Oh, dat is wel lekker hoor. Ik denk dat dat een omrijd.
Nu zijn we aan de beurt. Nu zijn we aan de beurt, nu loopt hem toch nog vast. Yay! Je hebt langs een tikje wakker gezeten. Oh my god. Ja, eindelijk. Hoop ik. Blijkbaar technische problemen. Alweer. Als ze hieruit geëvacueerd moet worden, ga ik niet meer terug aanschuiven. Niet meer. Echt gewoon. Ja, toffe rijd, echt waar. Je hebt zo'n VR-breuken op. Oeh. Oh my god. Maak je goed vast. Maar ik voel de remmen wel constant. Allee, ik voel wel iets. Zo tip. Continu. Kom op, remmetje. Dat is ook een mooie titel voor mijn YouTube dingen vast in een tikkie wakka. Oh. Ik blijf gewoon filmen, het is lange duur. Ik hoop dat het snel wordt opgelost. Het was zo erg voor die mensen die daar moeten wachten. Uur aan een stuk. Ja, dat is waar. Ja, ik heb ook niks anders gedaan dan Tiki Waka en de andere twee dingen. Maar ja, 2,5 uur hebben we hem aangeschoven. Gewacht eigenlijk, niet echt aangeschoven. Kan hij? Yes, eindelijk. Woehoe. Na een kleine technische storing ben ik terug aan het rijden. Dit is de tweede keer Tiki wat ik aan het doen ben. Catherine gaat redelijk snel. Het is echt een goed baantje. En dat slingerbochtje wat we zo dadelijk gaan doen gaat ook echt fantastisch zijn. Oh my god. Woehoe! Oh my god! Geniaal! Oh. Ja, ik heb een beetje airtime gevoeld! Onder Tiki Trail! Oh my god! En dan een paar airtime hills, had ik het zo mag noemen. Die laatste vond ik wel goed. Oh, de remmen van de muur. Dit was dus Tiki Waka, de nieuwe achtbaan van Walibi België. Zo, we zijn aan het eind gekomen van de dag. Pulsar heeft de laatste ronde aan het doen. En oh my god, er zitten fans in. Ik hoop dat ze me herkennen. Ik hoop het echt. Ik hoop dat ze erin zitten. Er zitten gewoon fans in. Hoe grappig is het?
Ik ben niet zeker, maar ik denk dat ze het zijn. Of daar zijn ze, ik weet niet. Ofwel gaan ze nu juist instappen, dat kan ook. Oh my god, ik weet niet of waar het hier of waar was. Die mensen waren wel heel enthousiast om mij te zien. Maar ik ga dadelijk toch eens naar de uitgang kijken, want ik weet niet wie dat eerst is. Er was een hele groep die mijn naam zat te roepen. Gewoon vanuit de Pulsar. Echt geniaal. Ik ga toch eens naar daar kijken. Ik weet echt niet. Ik ben heel enthousiast, maar ik weet niet of zij met mijn fans zijn. Oh my god. Ofwel moeten ze nog komen, dat kan ook. Oh my god, dat is zo eng. Ik zit in een Pulsar, maar een paar jongens, een stuk of vier mensen die mijn naam roepen. Echt heel raar, ik heb ze nog nooit in mijn leven gezien. Maar straks hebben ze gewoon mijn video's gekeken en echt shout out naar jullie als jullie dit kijken. Echt heel erg tof. Ik weet niet, misschien zit ze er nu in. Misschien niet. Coasterbus! Ja, dat is een fan. Inderdaad. In de Pulsar. Een van de betere launchcoasters ter wereld. Oh my god. Woo! Echt heel erg tof. Ik ken die mensen echt niet. Maar ja. Het is wel leuk om beroemd te zijn eigenlijk. Woehoe! Wie is er lekker nat? Hey! Nice!